een hele korte qigong routine zien die je elke ochtend even kan doen als je net opgestaan bent. Zo kan je de dag goed beginnen. Voeten iets uit elkaar, op schouderbreedte. Knieën een beetje lichtelijk gebogen, zodat je goed stevig met de aarde verbonden bent. Het bekken ietsje naar voren gekanteld. Sta lekker rechtop. Dan gaan we ons lichaam eerst even rustig wakker schudden. En blijf in- en uitademen door je neus. Breng een lichte glimlach op je gezicht. We gaan de dag goed beginnen. Fris en fruitig. En laat je armen losjes langs je lichaam hangen. Schud mee. Polsen ontspannen, vingers ontspannen. Adem in diep door je neus en uit door je mond. Dan gaan we ons lichaam, bovenlichaam, van links naar rechts draaien. En tik met je handen de achterkant van je rug aan, met de rug van je hand elke keer als je draait. Je mag ook naar achteren kijken. Je voelt zelf aan hoe ver je kan draaien. Het is alleen maar dat we het bovenlichaam losmaken. Goed zo. En ontspan. Adem in. Door je neus. Draai je handpalmen om naar boven. Vingers in elkaar. Handpalmen naar de hemel. En strek even uit. Ontspan. Adem uit. En breng je armen weer naar beneden. Dat doen we nog twee keer. Adem in. En adem uit. En nog een keertje. Adem in. En adem uit. Goed zo. Gaan we in onze handen wrijven. Totdat ze warm worden. En hier zitten twee belangrijke punten. Acupunctuurpunten, de lauwe grondpunten. Als je deze punten verwarmt, verwarm je ook gelijk je hart. Leg je handen dan op je gezicht en was je gezicht. En voel de sensatie, de warmte van je handen. En maak je gezicht lekker warm. Masseer je gezicht. Wrijf dan even langs je hals. Je schildklier zit daar ook. Wrijf nog een keer in je handen totdat ze warm worden. En tokkel dan over je schedel, je hele schedel. Ook naar de achterkant, naar je schedelwanden. En weer over het hele hoofd heen. Om het hoofd wakker te maken. Goed zo. Wrijf over je neusvleugels heen. En dan met je wijsvingers en je duimen ga je je oren masseren. Eerst randjes van je oren, kleine rondjes langs die randjes van je oorschelpen naar beneden naar je oorlellen. En weer omhoog. In je oren zitten hele belangrijke acupunctuurpunten die verbonden zijn met je nieren, je lever, met je hart. En als je deze punten masseert, activeer je ook gelijk de meridianen. En dan masseer je de binnenkant van je oorschelp.
Zo. En ontspan. Voel even na. Waarschijnlijk voel je je hoofd al lekker warm worden. Handen op de heupen. Dan maken we de heupen los. Misschien moet je de hele dag wel zitten of de hele dag lopen. Dus het is belangrijk dat je heupen, dat de doorbloeding goed is. Meridianen stromen ook van beneden naar boven, van boven naar beneden. Langs en door de heupen. En de andere kant uit. Goed zo. Dan kloppen we via de schouders, de buitenkant van je arm, binnenkant van je arm weer omhoog. Schouders, buitenkant van je arm. Binnenkant van je arm en weer omhoog. En de andere kant. Zo, dan toekel je op je borstbeen, adem diep in door je neus en uit door je mond. Langs je borstbeen. En over het hele borst. Goed zo. Ga je schouders even rollen van voor naar achteren. Neem je lichaam mee. En van achter naar voren. En dan gaan we ons lichaam voorzien van veel zuurstof. Adem diep in door je neus. En uit door je neus. Breng je ademhaling steeds naar je buik. Adem in. En adem uit. Adem in. En adem uit. Adem in diep door je neus. En uit door je neus. Kloppen op de zijkanten van je heupen. Achterkant. Via de achterkant van je benen ga je naar beneden. Naar de binnenkant van je enkels en weer omhoog. Je kan vuisten maken, maar je kan ook gewoon met de platte hand. En de laatste keer. En bij de liesen. Masseer dan je buik. Maak kleine rondjes vanaf je navel. Dat je een grotere cirkel hebt. Masseer al die organen. Zodat het allemaal goed op gang kan komen. Je hebt je lichaam net voorzien van heel veel zuurstof. En maak dan een grote cirkel weer van buiten naar binnen. Ontspan. Adem nog een keer in. Adem in. En adem uit. En nog een keertje. Adem in. En adem uit.
langs je lichaam. Stap weer terug. Voeten naast elkaar. Nou, ik hoop dat jullie lekker warm zijn geworden. Voel je lichaam even na. Voel de sensatie, warmte die door je lichaam stroomt, de chi. Zodat je lekker goed de dag kan beginnen. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Laat het me weten in de opmerkingen. Als je mijn kanaal wilt supporten, abonneer dan op mijn kanaal. Dat zou super fijn zijn. En laat maar weten wat jullie nog meer willen zien. Tot de volgende keer. En een fijne dag.